Mijn reden om deel te nemen aan een platform is eigenlijk zonder twijfel gebeurd. De Stichting Promotie Noord-Limburg is een samenwerking die is gevormd door toeristisch recreatieve ondernemers. Nou, toegevoegde waarde is dat je dus ook contacten hebt met de organisatie die natuurlijk een hele hoop vakkennis op toeristisch recreatief gebied heeft. Maar daarnaast is ook een toevoeging dat je andere ondernemers in dat segment ontmoet, daarmee praat, dingen van leert, gedachten uitwisselt, maar ook netwerken kunt vormen. Dat je elkaar kunt helpen in de vrije tijdsbesteding van mensen. Dan kun je een heel arrangement aan gaan bieden met anderen. Hè. Je kunt of een overnachting samen doen en dan een vrije tijdsbesteding hier creatiefs iets komen doen. Wij krijgen wel heel veel aanmeldingen die ons hebben gevonden via Liefde voor Limburg. Dat hoor je wel heel veel terug. Dus ze googelen als ze hier in de buurt in hun huisje zitten of een paar dagen hier ergens in de buurt vertoeven. Gaan ze toch zoeken naar wat hier allemaal in de buurt is? Ja, beter presteren is natuurlijk altijd moeilijk om naar zo ver naar uit te kijken, maar goed presteren is in elk geval heel belangrijk. Maar ik denk dat het wezenlijk belangrijk voor het platform is als er goed contact gehouden wordt met de ondernemers en de andere organisaties aan de basis. Dus dat geluid goed opvangen, daar contact mee houden en dat vertalen naar uitvoering en ontwikkeling. En vooral niet van bovenaf gaan sturen en richting geven, maar vooral die geluiden van onderaf opvangen en dat als basis gebruiken. Ik denk dat dat ook ja, de kern is van het bestaansrecht van het hele toeristisch platform. Wij bezoeken met het toeristisch platform Venray en ook Horst aan de Maas diverse beurzen in binnen- en buitenland. En dat is dé manier om je te laten zien. En dat doen we hoofdzakelijk met vrijwilligers. En ondernemers die aangesloten zijn bij het platform. Echt een heel mooi initiatief. Ja, dat kan ik alleen maar aanbevelen om dus snel lid te worden. Want zoals ik al gezegd heb, het is heel belangrijk dat je dus je eigen activiteit, je eigen ontwikkelingen kunt promoten. Dit platform en de toeristische organisatie biedt daar echt een heel brede basis voor, een heel breed netwerk. En dat netwerk betekent ook dat je in contact komt met andere ondernemers en organisaties die in je eigen regio werken. En dan moet je niet zien als concurrenten, maar als bedrijven, organisaties die jouw activiteiten kunnen uitdragen, kunnen versterken en in een breder verband kunnen brengen, waardoor je heel simpel meer klanten aangezogen krijgt en binnenkrijgt. En dat levert gewoon klandizie op, dus inkomen. En ik denk dat iedereen die zijn steentje bijdraagt in de vorm van een aantal euro's, het hoeft er niet veel te zijn, wel zelf de vruchten gaan plukken van de uitdragingen die we doen richting de toeristische markt.